Zou de sop eerst pakken? Eerste minuut is voorbij. Max die gaat oprecht heel lekker. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Griegast. Ik ben Martijn. En ik ben Joost. En deze week zijn we uitgedaagd door de verzekeraar ASR en de Roos. Kom er gezellig bij. Kom erbij, Roos. Want wij moeten het vandaag gaan redden met het zakgeld van de elfjarigen. Ja, en hoeveel is dat precies? 2,30 euro. Dus jouw vader is ook gierig. Want waar geef jij 2,30 euro aan uit? Aan snoep. En ik spaar ook altijd een beetje voor leuke dingen. Is dat ook genoeg zakgeld om jezelf mee te kunnen redden? Ja. Ik heb op school ook les gehad over financiële zelfredzaamheid. Financiële zelfredzaamheid, ja. Ik weet niet of je weet wat het is, maar we kunnen misschien even uitleggen en kijken wat dat precies betekent. Ja, slim omgaan met geld. Dat je weet hoeveel je binnenkrijgt en hoeveel je uitgeeft. Zou ik jouw zakgeld mogen hebben? En dan gaan wij een dag proberen te overleven met jouw zakgeld. Ja. Ja? Niet alles opmaken. Geld stelen van 12 jaar. Lekker classy, juist. 11 jaar. Ja. Marty? Dit is je nieuwe koelkast voor vandaag, jongen. Ja. Maar oké, we hebben nu 2,30 euro. Laten we gaan ontbijten. Ja, we ontbijten. Zo goed mogelijk. Wordt het zo'n dag? Ja, dat wordt zo'n dag. 40 cent. Dat is heel spannend, hoor. Maar dit gaat niet werken voor de dag. We moeten even plannen. We moeten geld gaan verdienen. Ja, dat kan door... Vroeger deed je, als je 11 jaar was, gewoon huisje voor kwijt. Maar dan wel op een giergassen manier, met zo min mogelijk inspanning. Ik zou zeggen, laten we het een beetje simpel houden. Laten we gewoon schoonmaakspullen halen, langs de deur gaan om te vragen of mensen hun auto kunnen wassen. Ja, met auto wassen verdien je denk ik wel het meest. Maar was nou de giergassen manier? Ja, dat is natuurlijk niet dat wij daar zelf die auto's gaan wassen. Nee, zeker niet. Wij gaan andere mensen voor ons laten werken. En wij verdienen het geld. It's a movie when I pull up to the scene. Just wax the whip, I'm Mr. Miyagi clean. Okay, Joost, geef me het geld, ik ga schoonmaakspullen halen. Le money, ik hoop dat je genoeg geld hebt voor een beetje schoonmaakspullen. Ja, het is wel een risicootje wat we hier nemen, hè? Als wij geen auto's kunnen wassen straks, dan zijn we zwervers. Ja. Ik ga schoonmaak halen. Je hebt spulletjes. We hebben letterlijk geen geld meer. We zijn blut. We zijn helemaal blut, dus als we nu geen auto's kunnen wassen, dan wordt het een... hele zure aflevering. Hey, jij en ik gaan gewoon lekker langs de deuren. We gaan aanbieden om mensen auto te wassen. En oh ja. Oeja. Iemand thuis. Hallo. Ik ben met een opdracht bezig. Jij moet wat geld verdienen. Oh. Vroeger ging je dan langs de deuren en dan vroeg je al een heitje voor kwijtje. Dus ik zat te denken, zou ik uw auto mogen wassen? Vandaag niet, sorry. Nee. Nee, geen auto wassen vandaag? Nee. Ik heb wel een heetje, maar ik heb geen kabijtje volgens mij. Nou, misschien ook wat lege flessen die je kan wegbrengen, maar ik ben druk aan het koken. Wacht even een beetje. Ja, toch. Nou ja, dan gaan we verder even kijken. Maar toch een leuke tijd. Ik heb niks te doen, maar echt niet. Dankjewel. Zou ik ook niet uw auto mogen wassen? Je hebt geen auto. Twee eitjes. Dankjewel, man. Hey, succes, hè. Top. Hebben jullie een beetje geld voor mij? Om er wel eentje te kunnen kopen. Marty, wat heb jij weten te fixen? Die nada is zero mix en nada. Ik heb een cola fles, met cola fles is 30 cent. What? Niet veel. Dat is niet veel. Nee, dus ik heb wat geregeld. Je hebt een plan. Ja, ik heb in de appgroep even gegooid bij mijn vrienden. Slim. Wie kan ik helpen met een klusje? Ja. En ik kan de auto wassen van Lex voor 20 euro. Dus we kunnen 20 euro gaan verdienen. Ja, we moeten gewoon nu naar Lex. Het is alleen maar een stukje Lex lopen. Oh. 25 cent per fles. Dankjewel. 50 cent. We zijn bij Lex, die woont hier. Is hij niet thuis? Ja, dat zou echt shit zijn. Van werk. Van goede 3 uur terug. Hey! Lexie! Hey, wat fucking chill dat Joost jouw auto mag wassen. Chill, ja, dat is een tijdje, man. Ja! Opa! Ja, deze avond, Marty. Ik zie hem een paar jongens. Goedemiddag al. Al wel heel graag. Hey, ga doen. Dankjewel, man. Hey! Joost! Marty, we zijn in Amstelveen. We hebben publiek. We hebben water, de auto staat klaar, het is tijd voor ons programma. Nu moet het programma zo echt mogelijk lijken. Ja. Dus het programma heeft een naam nodig. Ik zat te denken aan Tijd is Geld. Vind ik een goeie. Je race tegen de tijd. Heb je natuurlijk een rolverlening nodig. Je hebt een regisseur, dat ben ik wel. De presentator, dat kan jij zijn. Ik wees net even naar mezelf. En we hebben al een cameraman. Dat klopt. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Nee. Jij en ik gaan heel even als regisseur zijnde dit even overleggen. Oké. Okay. Ik word regisseur. Oh, maar zo werkt het niet. Steempjes gaar. Oké. Okay. Vaak! Okay, ik wil dat niet juist. Oké, komt ie, hè? Wel echt clear, ja? Ja. Oké, 3, 2, 1. Nee!
Oké, Martijn, de rollen zijn duidelijk. Heel duidelijk. Het is tijd voor het spel. De eerste kandidaat mag je gaan vinden, man. Ik mag het weer gaan oplossen, hoor. Hey, maar even nog één dingetje, hè. Want de spelregels zijn heel duidelijk. Ze hebben 10 minuten om het schoon te maken. Als die spiksplinter schoon is, en het is ook spiksplinter schoon, we kunnen de auto van iemand anders niet gaan weggeven. Dat is jouw probleem. Ja. Dat is echt jouw probleem. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ze het sowieso nooit halen? Nou, eerlijk. Ja, I know. Het is goed vies. Dat maar 10 minuten is lang. Maar er moet een plekje zijn wat je over kan slaan, toch? Onder de spiegels, ouwe. Wie maakt nou hier schoon? Niemand, toch? Ja, maar laat dat even goed vies maken nog. Zo. Zet hem eronder. Dit mis je zo. Oké, we hebben nu alles klaar. De auto is vies. We hebben genoeg ruime plekjes. Laten we kandidaten zoeken. Het is weer tijd voor Tijd is Geld, waar de kandidaat niets kunnen nemen. Pardon, mevrouw. Mag ik u wat vragen? Ja? Je wil geen auto winnen? Je wil geen auto winnen? Hallo? Hoe gaat het met jullie? Heren? Ja. Alles goed? Heel lang. Ik zal me voorstellen. Hoi. Martijn, wij zijn namelijk bezig met het programma Tijd is Geld. Degene die de auto binnen 10 minuten schoon krijgt, mag de auto hebben. Wat nee. Ik ga je nu vragen, wil je meespelen? Ja. Ja? Ja. Baas, misschien wel even leuk voor de kijker. Stel jezelf even voor. Hoi, ik ben Max van Vliet en ik kom uit Meidrecht. Wat doe je? Ik speel trompet. Laten we gewoon beginnen. In 3, in 2, in 3, 2, 1, go! Ik zou de stop eerst pakken. Eerste minuut is voorbij. Max die gaat oprecht heel lekker. Lekker man! Ik hoor geen aanmoediging meer hoor van je vriendengroep. Nou, kom Max! Ja, hoppakee, kom op Max! Heel goed. 2 minuten 40. 2 minuten 40. Oh, ja, dit kost tijd. Dit kost tijd. Er mag geen veldje meer op de auto zitten, maar je gaat oprecht heel erg lekker. Nog 2,5 minuut. Gast, hij gaat hard, ouwe. Joost, hij gaat fucking hard. Jullie zijn met de auto gekomen? Ja. Lekker, dus jullie kunnen met 2 auto's terug. Misschien wel, ja. Zou lekker zijn, man. Ik hoop het. Je laatste minuut is nu ingegaan. Ik zou vooral het sop eraf halen. Nog 45 seconden. Nog 20 seconden. 10, 9, 8, 7, 6. Ja, de tijd is om, man. De tijd is op. Ik moet zeggen, dit ziet er allemaal echt spiksplinternieuw uit. Heb je ook de onderkant er een beetje? Oeh. Is niet goed, hè? Ah, ik vind het echt heel vervelend, dit. Want je was zo lekker bezig. Maar we kunnen dit helaas niet goed rekenen. Nee, dat dacht ik wel. Shit. Max. Ja, ik vond het fucking leuk dat je meedeed. Ja. Ik wil je graag bedanken. Ja. Meer geluk voor de volgende keer. Ja, daar hopen we dan maar. Nu maar met de trein naar je vriendin. Helaas. Ja. Ja. Doe de groetjes van mij. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het meedoen, nogmaals. Vond je het leuk om mee te doen? Ja, heel lachen. Ja, vond je het leuk? Ja, toch niks van. Ja, je was een topkandidaat, jongen. En eerlijk, we zijn best blij met deze schone auto, daar niet van. Ja, ja. Dankjewel, jongen, voor je sportiviteit. Dankjewel. Je bent een toppetje. Mardi? Yes! De auto is schoon. Spik en span. We hebben 0 calorieën verbrand. Heerlijk. We gaan nu 20 euro ophalen, kunnen we eten. We gaan naar Lex, wat wil je eten? Patatje, ja. Wat wil je? Ik wil alles. Ja. Turkse pizza, ja, normale lekker. Pizza. Ride with it. Yeah, let me see you ride with it. Hey, hey, ride with it. Het is tijd dat wij onszelf gaan verwennen. Lekker smaak. Ons wel verdiende patatje met een Turkeetje. Ik denk dat het tijd is om hierna terug te gaan naar onze lieve Roos. Roos. Ja. En ik zat te denken om al het geld aan de snoep uit te geven, maar blij dan mij. Verrassing. Vind ik een goeie. Ja, toch? Vind ik een hele goeie. Ja. Nou ja, het gaat best wel hard, toch? Dit vind ik wel lekker. Oh. Dus zo ziet 11 euro snoep eruit. Laten we Roos blij maken met haar snoep. Maar... het is natuurlijk weer een hele wandeling, hè? Want geld hebben we nu niet meer. Hebben we daarvoor nagedacht? Nee. Nou, Roos, had je hier eens dichterbij kunnen wonen? Oh, we zijn echt al uren aan het lopen. Ik begin het koud te krijgen, maar we zijn er bijna. Ja, en dan kunnen we eindelijk gaan dronken met ons welverdiende geld, althans. Ja, eigenlijk was Max degene die alles voor ons heeft gedaan. Ja, Max nogmaals, heeft het bedankt. Ik vond het eigenlijk een beetje lullen. Ik vind dat we het goed moeten maken met Max. Dus ik zeg, één zak snoep, Max, die is voor jou. Ja. Ken jij Max of ben jij Max? Laat het even weten in de comments. Zo. En dan gaan we die andere nu aan onze lieve... aan onze lieve Roos geven. Die woont hier om de hoek. We zijn er. Nou. Klopt. Misschien is ze niet thuis. Dan kunnen we weer terug. Ja hoor. Nou, daar is ons geluk. Roos.
Hey, het is ons gelukt. Weet je, trots mag zijn. Wij hebben het een dag lang volgehouden met jouw zakgeld. Ja, we hebben niet alleen een dag volgehouden. Ik denk dat je zelfs een beetje trots op ons kan zijn. Want we hebben van jouw zakgeld gewoon meer geld gemaakt. Namelijk 20 euro. Zo, dat is financiële zelfredzaamheid. Wil je daar meer over weten? Check dan even de link in de beschrijving onder deze video. Ja, check die link zeker even. En met het geld dat we over hebben gehouden van die 20 euro, hebben we natuurlijk uitgegeven zoals jij je zakgeld ook zou uitgeven. En ik kon me iets herinneren dat jij als eerste zei snoep. Alsjeblieft, een zak snoep. Ja, maar... En die zijn we blut. Ja, dus hoe komen we nu naar huis dan? Dat is niet zo slim. Je moet altijd geld achter de hand hebben. Ja, nu moeten we gewoon weer lopen. Hoe kom je hier nu mee? Ja, nou, vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Volgende week zijn we gewoon weer terug. En tot dan. Doei! Ja, mag ik jouw fiets lenen? Nee. Nee? Ik pas je niet op, denk ik. Dus oké. Okay. Nou, oké. Okay. Hey, Roos, ik vond het heel leuk met je. Doei!